Goedendag en welkom bij de video waarin ik laat zien hoe abonnementen aangemaakt kunnen worden voor dataontvangers in GS1 DataSource. Tijdens deze video zal ik de volgende punten doorlopen. Als eerst zal ik laten zien welke verschillende mogelijkheden er zijn om abonnementen aan te maken. Daarna zal ik laten zien wat de resultaten zijn van bepaalde abonnementen die aangemaakt zijn. En als laatst zal ik ons advies geven voor het aanmaken van abonnementen. Allereerst zal ik laten zien hoe je in GS1 DataSource als dataontvanger een abonnement kan aanmaken. Belangrijk om te weten is dat voor het uitwisselen van data tussen een dataleverancier en een dataontvanger, de dataleverancier het artikel moet publiceren aan de GLM van een dataontvanger en dat een dataontvanger een abonnement moet aanmaken op de GLM van de dataleverancier. In het tabblad abonnementen zie je verschillende kolommen met informatie van abonnementen die in het verleden al zijn aangemaakt. In de kolom dataleverancier zie je de GLM en de naam van de dataleverancier staan. In de kolom GPC zie je een GPC-code staan wanneer er een abonnement op een specifieke GPC-code is aangemaakt. In de kolom GTIN zie je de GTIN staan als er een abonnement op een specifieke GTIN aangemaakt is. Bij doelmarkt zie je staan voor welke doelmarkt het abonnement is aangemaakt. Dit zal in de meeste gevallen Nederland zijn. Bij dataontvanger zie je de naam van de dataontvanger staan. In dit geval is dit onze test GLM. En bij status zie je staan of het abonnement geaccepteerd is door GS1 DataSource. Dit is wanneer het om een leverancier gaat die bij GSE Nederland is aangesloten. Of er staat geaccepteerd door externe datapool wanneer de leverancier bij een buitenlandse datapool is aangesloten. En in de laatste kolom kan je nog zien wanneer een abonnement is aangemaakt. Hier rechtsbovenin zijn ook nog mogelijkheden om te zoeken op naam of GLM. En er zijn ook nog mogelijkheden om via geavanceerd filter te zoeken. Verder zie je hier nog de mogelijkheid om alle gegevens van de abonnementen te exporteren naar Excel. Dit is handig als je alles in één overzicht wilt terugzien. En de optie Nieuw abonnement. Je ziet dat hier vier verschillende velden zijn die ingevoerd kunnen worden. De doelmarkt is standaard ingevuld in Nederland, maar die zou je eventueel nog kunnen wijzigen, bijvoorbeeld naar België, wanneer er ook filialen in België zijn. Verder zie je hier boven nog drie verschillende velden: dataleverancier, code GPC BRIC-classificatie en GS1 artikelcode GTIN. Belangrijk om te weten is dat je voor een abonnement in ieder geval altijd de doelmarkt ingevuld moet hebben en een van deze drie velden. De eerste optie dataleverancier, die gebruik je wanneer je alle data van een bepaalde leverancier voor een bepaalde doelmarkt wil ontvangen. Dus hier kan je bijvoorbeeld de naam van de leverancier invullen. De GPC-code vul je in samen met de doelmarkt bijvoorbeeld als je voor heel doelmarkt Nederland van een bepaalde productclassificatiecode alle artikelen wilt ontvangen van verschillende leveranciers. En mocht je één specifieke GTIN willen ontvangen, dan vul je de GTIN in combinatie met de doelmarkt en eventueel nog met de dataleverancier erbij. Zodra je één van de bovenste drie velden hebt ingevuld met de combinatie doelmarkt, dan kan het abonnement aangemaakt worden. Het abonnement kan aangemaakt worden door rechts onderin op Maak abonnement te klikken. Dan zal ik nu laten zien wat de resultaten zijn van de verschillende abonnementen die aangemaakt kunnen worden. We hebben een overzicht gemaakt in Excel om uit te leggen wat de resultaten zijn van de verschillende soorten abonnementen die aangemaakt kunnen worden. In de eerste kolom hebben we artikel 1 tot en met artikel 16 gezet. In de tweede kolom hebben we de leverancier gezet, die we voor het gemak 1001, 1002, 1003 en 1004 hebben genoemd. In de kolom GPC zie je de verschillende GPC-codes die we hebben gebruikt. We hebben dus de GPC-code voor boter, voor kaas, voor verf, schroeven, neuspray en medische hulpmiddelen gebruikt. En in de kolom doelmarkt zie je drie verschillende doelmarkten terug: Nederland, België en Duitsland. Dan hebben we voor de drie verschillende sectoren, FMCG, do-it-yourself en healthcare, verschillende voorbeelden gemaakt van abonnementen.
Voor dataontvanger FMCG hebben wij een abonnement aangemaakt op leverancier 1001 en op Doelmarkt Nederland. En we hebben een abonnement aangemaakt op leverancier 1003 met GPC-code voor neuspray en Doelmarkt Nederland. Je ziet dat leverancier 1001 vier verschillende artikelen heeft voor Doelmarkt Nederland en België. Omdat er alleen voor de Nederlandse doelmarkt een abonnement is aangemaakt, zie je alleen de Nederlandse artikelen terug. Dus de boter en de kaas van leverancier 1001 wordt voor Doelmarkt Nederland ontvangen. Van leverancier 1003 wordt er één artikel ontvangen, de neuspray voor Doelmarkt Nederland. Je ziet dat de overige artikelen, de neuspray voor Doelmarkt België en de medische hulpmiddelen voor Nederland en België niet ontvangen worden, omdat daar geen abonnement op is aangemaakt. Dan het tweede voorbeeld is van dataontvanger Do-It-Yourself. Die heeft twee abonnementen aangemaakt van één leverancier. Dus voor leverancier 1002 heeft hij een abonnement aangemaakt op Doelmarkt Nederland en op Doelmarkt België. Dan zie je hier dat leverancier 1002 verschillende artikelen heeft, zowel verf als schroeven, voor Doelmarkt Nederland, België en Duitsland. De artikelen voor Nederland en België zie je dat die wel ontvangen worden. Maar de artikelen voor Doelmarkt Duitsland, deze en deze, worden niet ontvangen omdat er geen abonnement op Doelmarkt Duitsland is aangemaakt. Ook de overige data van andere leveranciers wordt niet ontvangen omdat er alleen op leverancier 1002 een abonnement is aangemaakt. Het laatste voorbeeld is van dataontvanger Healthcare. Deze dataontvanger heeft een abonnement aangemaakt op GPC-code neuspray in combinatie met Doelmarkt Nederland en op de GPC-code voor medische hulpmiddelen in combinatie met Doelmarkt Nederland. Vervolgens zie je hier onderin dat voor Doelmarkt Nederland de neuspray en de medische hulpmiddel wordt ontvangen, maar voor Doelmarkt Duitsland en België zie je dat de data niet wordt ontvangen omdat er geen abonnement voor is aangemaakt. Wat als laatste nog willen meegeven is dat het ook belangrijk is om geen dubbele abonnementen aan te maken. Dus bijvoorbeeld niet een abonnement op Doelmarkt Nederland, GPC-code en een leverancier. En dan apart nog een abonnement op Doelmarkt Nederland en de leverancier. Dus maak een keuze om of voor GPC-code of voor leverancier of beide te kiezen in één abonnement. Maar maak niet twee verschillende abonnementen met hetzelfde doel aan. Dan als laatste nog ons advies voor het aanmaken van abonnementen. Kies of voor abonnementen op doelmarkt en leverancier, of kies voor abonnementen op doelmarkt en GPC-code. Op deze manier zorg je dat alleen de datum binnenkomt die voor jullie van toepassing is, en dat niet data bijvoorbeeld dubbel voor verschillende doelmarkten binnenkomt, of dat er data binnenkomt die niet voor jouw sector van toepassing is. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je nog meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met onze Customer Support afdeling via het e-mailadres info@gs1.nl of het telefoonnummer 020 511 3888.